Hey Bochesto, welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Bochesto. Vandaag heb ik weer een nieuwe vlog voor jullie, want eventjes, het is echt fucking lekker weer op dit moment. Het heeft 2 dagen lang geregend hier, maar nu is het aardig een beetje zonnig. Daar moet je dan gewoon even van genieten, dus ik ga lekker de ramen omhoog doen, zoals je ziet. Nou, dit is een softbox, als je dat niet wist. Want hier zit mijn raam. Dan hier 2 softboxen. Zoals je dat nog niet wist, heb ik dat gedaan. Ik ben net wakker. Ik ga me even aankleden. Daarna even skypen met Tom. Kijk, ik ben dus op dit moment eventjes Black Ops 3 aan het doen. Want het is dubbel weapon XP. Dus ik ga even al mijn wapens proberen het maximale level te halen. Zodat ik voor jullie dus video's kan opnemen met wapens waar ik nooit meer speel. Maar wel de attachments ervoor heb. En ik heb mijn subaccount openstaan. En je ziet, ik moet nog 1 abonnee. Tot de 3300. Zo zelfs deze video online komt, heb ik het al gehaald. Ik denk dat ik het over 10 minuten wel al heb. Want het gaat echt niet normaal snel de laatste tijd. Ik ben ook met die gekke Phoenixje aan het callen. Dus wij hebben wel lol weer deze avond. Zoals gisteravond. Gisteravond gingen we echt los om een paar video's. Ik ga eventjes dat in spelen. Zo jongens, mochten jullie Dark Controller nog niet volgen op Twitter, doe dat dan nu eventjes. Want hij heeft echt 1 hele mooie actie voor Wereldgezondheidsdag natuurlijk. Wat hij namelijk doet is als je deze tweet retweet en een mail stuurt naar hem. Als je iemand kent die niet helemaal gezond is dus. Kan je kans maken om een gratis ombouwing van een Dark Controller en een Dark Controller t-shirt. Dus volg even Dark Controller, staat hier beneden even in de beschrijving. Retweet die tweet van hem en als hem dat hij dit doet. Ik heb er geen andere woorden voor. Hij heeft wel gezegd, misbruik wordt niet getolereerd. Dus jongens, doe het serieus als je iemand kent die niet helemaal fit is. Dus bijvoorbeeld diabetes heeft, want daar staat dit jaar voor in de spotlight voor diabetes. Dus ken jij iemand die je gunt om, die een gamer is en het gunt om een controller te laten winnen. Follow Dark Controllers, retweet deze tweet. En echt Dark, shout out naar jou, echt waar. Oké, we moeten er nog steeds 2 boys, kom op. Er ging er net alweer 1 af. En toen kwam er weer 1 bij. Auw! Vieze flikkers. Er zit iemand zo mij de hele tijd te trollen. Want ik had net de 3300 abonnees. En hij gaat steeds weer naar beneden. Dus ik ging vloggen, kijk hier, toen zijn ze weer terug. En dan gaan ze daar weer weg. Kijk, ja, dan gaat hij weg. What the fuck. Maar we hebben het gehaald. We hebben hem aangekregen. Hier, kijk, nu gaat hij de hele tijd eraf op en aan. Dat is echt irritant, jongens. Ik heb even heerlijk een ontbijtje gehaald bij de bakker. Ik heb namelijk 4 croissantjes gehaald. En wat ook echt super lekker is, is van de Albert Heijn. Appelsap. Ik heb heel lang geen appelsap gedronken, maar deze is echt lekker. Dus ik ga even genieten van mijn ontbijtje. 4 croissantjes plus hoeveel liter appelsap is dit? 1,5 liter, dus dat komt wel helemaal goed, jongens. Ik had dus nog niet door dat ze warm waren. En wow, zo lekker als ze nog warm zijn. Niet normaal. Ik heb mijn ontbijt opgegeten. Ik ga nu nog wel even de computer, want ik moet over een uurtje weer naar de kapper. Even mijn haren bij laten knippen, want ze zijn een beetje lang. Dus ik ga even gewoon wachten tot het 12 uur is. En dan... Zo, dan moet ik even naar de kapper. Ik heb even omgekleed zodat ik even gewoon normaal naar de kapper kan. Zonder dat ik dat achterlijke shirt van mij aan heb. Die loopt, nou, loopt niet echt heel vaak buiten of zo. Dus mijn haar is plat. Omdat ik natuurlijk dadelijk geknipt moet worden. Dus het ziet er niet uit. Ik doe daar gewoon even mijn pet op. En het is echt fucking lekker weer vandaag. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk, het is blauwe lucht. Gewoon zoals normaal. Dus rustig op plein. Shout naar de fietsenmaker. Die heeft mijn fiets gemaakt omdat ik geen achterlamp meer had. Dus hey, shout naar jou. Ik ga nu even naar de kapper, dus jullie zien me straks weer met korte haren, denk ik. Dus, ik ben weer terug. Het is lekker kort nu, dus heerlijk. Hoef niet zoveel moeite te doen om mijn haar droog te krijgen 's ochtends. Ik ga nu even lekker douchen, even al die haren van mijn kleren even afslaan en even van mijn hoofd afwassen. Want dat is zo heerlijk, als je dan geen jeuk meer hebt. Ik heb even heerlijk gedoucht. Zoals je ook ziet, heb ik weer mijn omgechesto trui aan en mijn Nike Tech vliesbroek, als je dat had gezien. Maar, altijd als ik in mijn games zit, wil ik gewoon lekker iets soepels aan hebben. En ja, er is niks soepeler dan lekker een sweater en een Nike trainingsbroek of wat voor trainingsboek dan ook. Ik heb even mijn PlayStation aangezet, zullen we zien. Eventjes om Black Ops 3 te gaan spelen. Hier staat Tweedeck open. En ja, hier zit Tom. Maar Tom is zo op dit moment niet, want hij is of aan het kamen of zijn hond aan het uitlaten. Dus hey, fuck you Tom, nee, valt toe. Ik ga straks met mijn pa even naar de winkel om een Kenzo shirt te halen. Want hij had er 1 gehaald van, maar die is te klein. Dus we gaan hem terug om te ruilen voor een grotere maat. Ik ga nu Black Ops 3 op Twitch zullen zien. Ik ga even tryharden. Hebben jullie ook altijd dat als je Pringles chips eet, dat je nooit met je hand in die bus komt? Echt, ik kom dus nooit met mijn hand in die bus. Wacht, ik krijg ineens die bus open nu. Nu wel. Kijk, ik kon er dus nooit in. Hij is wel bijna om, maar ik schuif ze er altijd uit gewoon zo. Ik heb wel bij Gracie Russian Hacker gezien dat je met zo'n papiertje die Pringles eruit kan halen en dan weer in terug kan doen. Maar daar ben ik allemaal te lui voor, weet je. Ik schuif ze gewoon op mijn bureau en als kruimel dan veeg ik het er allemaal vanaf. Maar nou, ik kon er dus nooit echt hier met mijn hand in. Ik kon er wel in, maar het is niet echt comfortabel, laten we het daarop houden, dus... Dat is het probleem gewoon met Pringles. We moeten die bus gewoon iets breder maken. Like als je dat ook vindt, jongens. Laat nu een like achter. Als jij vindt dat Pringles deze bus moet vergroten, zodat je hand er wel in kan. Ik zit op dit moment met Tom in de kamer. Hij heeft me even gemute omdat hij zijn voor zijn op livestream aan het doen is op Twitch.
En ik zit hem echt een beetje te fucken in de chat, zoals je ziet. Even lekker spammen. Kijk, hier is Tom's knappe koppie. Lekker doorzichtbaar. En ik ga even naar Tom's stream kijken. Als je erbij bent, shout-out naar jou. Maar deze video komt later online, dus ik kan nou niet zeggen, ga nu kijken, want dan is Tom niet online. Let's go, Tom. Ik hoop dat je wat lekkers gaat packen, want hij gaat een huge pack opening doen. We will see. Ik was dus even met mijn pa in de winkel waar we dus voor Troy een kluifje gingen kopen. En daar zat dus zo'n bak met deze vissen. Ik vond het even leuk om te vloggen. Dus hier zie je zo'n platvis. En ja, het zat gewoon heel derpje uit natuurlijk. Ook van die stekelvissen. Ik weet even niet hoe ze heten. Maar het ziet er gewoon heel mooi uit. Kijk, daar zijn ze met z'n tweeën. En ik vond het wel even lachen om te filmen voor jullie. En ze gingen ook echt daadwerkelijk naar de camera toe. Dus dat was fucking awesome. Hier zie je er nog één. En daarna, kijk, rechts van hem ligt er nog één. En dat zou je echt niet merken gewoon. Zo, waarom zijn we onderweg naar huis, hè? Ja, eindelijk. Eindelijk. We hebben shirts gehaald. Alles, de hele tijd. En voor Troy. En weer burpees. Iedereen is weer gelukkig. Nou, iedereen is weer gelukkig. Dus even lekker naar huis rijden. Dan gaan we eten. Dan ga ik nog even livestreamen, denk ik, vanavond. Of mijn video, het ligt eraan. Ik weet niet. Ik heb niet echt zin om te livestreamen vanavond. Wat ga jij doen, pa? De bank aan. Ja. Voetbal kijken. Maar weet ik nog niet, Dr. Paul denk ik. The magical Dr. Paul. Yeah. Ik heb net even heerlijk avond gegeten. Ik ga nu nog heel eventjes op de computer iets doen. En daarna deze vlog afsluiten natuurlijk. Hierna zie je nog één of twee stukjes en dan is deze vlog alweer afgelopen. Ik ga nu even mijn PlayStation 4 dadelijk aanzetten. En eventjes tweets beantwoorden wat ik dan nog moet doen. En ja, verder weet ik het niet. Jongens, vertrouw nooit je fucking team met je Call of Duty. Want ik speelde net dus een potje Uplink op Nuketown. Scoorde 3 keer voor mijn team, dus we hadden 6 punten en mijn team deed niks. Ik speelde hem eigenlijk in mijn eentje gewoon voor de win. We hebben alsnog verloren met 6-8, dus ik had 6 punten gemaakt. En de enemies hadden 8 punten gemaakt, omdat die tenminste wel samen konden spelen. Dus teammates, fuck jullie. In ieder geval, de enemies hebben het goed gedaan, want ze herkenden me. Dus als jij tegen mij zat in dat potje, shout-out naar jou. Jullie speelden tenminste wel goed als team. Mijn team deed geen ene flikker, dus ja, screw my teammates. Kijk, ik heb zojuist biologie geleerd. Ik ben nu weer met die gekke Tom aan het skypen. Tom gaat zometeen live nog een keer voor de 2e keer deze avond. Dus let's go, Tom. Tom, fuck you, Tom. Ja, jij was vanmiddag ook live, Tom. Ja, oké, je was vanmiddag dat Tom live ging, maar joh. Ik ga straks even de hond uitlaten. Ik ga nu eerst even mijn tweet vragen beantwoorden. En daarna nog even Black Ops 3 spelen. So, let's motherfucking go. Sappig koppie hoor. Sappig koppie hoor. Tom in de stream. Lekker in de vlog. Tom is in de vlog. Tom, zwaai even. Ah, dat zit delay in, kut. Ik bedenk me nu pas dat er delay in zit. Wacht, we kunnen kijken of Tom gaat zwaaien. Gaat Tom... Heb je al gezwaaid? Oké, wacht. Daar is Tom hoor. Kom op, Tom. Ja, daar is hij. Ja. Zit in de vlog. Let's go. Tom heeft even naar jullie gezwaaid. Thanks to my pa, want we gingen straks even naar de stad. En hij heeft gewoon even 2 fucking cancel shirts van me betaald. Echt... fucking relaxed natuurlijk. Kijk, je hebt een gek plaatje hier zo van Parijs erbij. Dat ziet er echt ziek uit. Kijk, kunnen we even focussen? Ja, hier, kijk. Dit plaatje van Parijs ziet er echt ziek uit. En dan ken je zo'n trui. Dus ik heb eentje met geel, groen en zwart. Gewoon dit truitje zwart. Zoals je ook dit kan zien is dit donkerblauw. Deze donkerblauw met lichtblauw. En ja, ik weet niet of dit echt wit is. Die letters of meer babyblauw. Maar in ieder geval, thanks pa dat je die shirts voor mij hebt gekocht. Want hij had er eerst eentje gekocht. Namelijk deze blauwe. Alleen, daar had hij een extra smal van gehad. Dat was dus veel te klein, want ik ben 15 en best wel lang. Dus die zat best strak. En als ik mijn handen omhoog deed, zat hij wat tot aan mijn navel. Dus ik moest even een grotere maat halen. Bleek dus dat ik gewoon 2 maten groter moest dan een extra smal. En toen zag ik deze nog. En toen zei hij van, joh, hey, neem die er ook bij. Dus pa, fucking bedankt. Ik ga nu de hond uitlaten met papa. Daar is een leuk treuje ergens in de achtergrond. Deze kwaliteit is best wel ziek mooi als het ook donker buiten is. Want bij die vorige camera ging het beeld heel erg lekker. Het was hier niet. Het is nu alleen een beetje onscherp. Maar nu is het weer gesteld in ieder geval. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vlog van vandaag zit weer op. Vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Abonneer voor meer video's op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen bij weer een nieuwe video. Pa, heb jij nog wat te zeggen? Gram van de saté. Hij heeft saté gegeten, dus hij moet dadelijk scheiden zeker, hè? Denk ik wel. Nou, maar jongens, tot morgen bij een nieuwe video. Doei.